ben 9 jaar en ik hou van taekwondo. In september werd het maatschappelijke project Supporter van elkaar van FC Twente Scoren in de Wijk afgetrapt. Hierbij worden Enschedese gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op verschillende gebieden geholpen. Ondertussen is het project de opstartfase voorbij en worden er al vele activiteiten ondernomen met de deelnemers. Deze week werd er, vooral voor de kinderen uit de gezinnen, een vlogworkshop bijgewoond. Supporter van elkaar, de titel, dat was voor ons al wel snel duidelijk dat het de lading ook echt dekte. Want ook de deelnemers onderling zagen we eigenlijk al vanaf week 2, 3 dat die elkaar met allerlei raad en daad terzijde staan. En dat ze soms beter de weg weten natuurlijk dan wij dat weten. En dat was echt, dat is echt heel erg leuk om mee te maken. Zo'n verschillende groep mensen die allemaal hun eigen dingen hebben, met elkaar is het echt heel erg leuk. Hallo, welkom bij deze vlogworkshop. Ik ga jullie laten zien hoe jullie je eerste vlog kunnen maken. Ik draai je gewoon bij, hoor. Hallo, ik ben Jaden, ik ben 9 jaar en dit is mijn broer Dylan. Dylan, hoe vind jij het hier? Leuk. De doelstellingen van de mensen die zijn ons inmiddels redelijk duidelijk. We hebben de eerste 2-3 maanden echt besteed om elkaar te leren kennen. En goed met elkaar in overleg te gaan wat de doelstellingen zijn eigenlijk per deelnemer, per gezin, per familie. Dat ligt er een beetje aan. En dat hebben we nou redelijk in kaart. We hebben bijvoorbeeld 2 zussen die willen graag afvallen. En daar hebben we de lat heel ietsjes hoger gelegd. Die gaan proberen om in die 5-6 maanden de singelloop te gaan lopen. Nou, daar zetten we dan bijvoorbeeld Marcel Dorst en Harry Dorst. 2 atletiek mensen die daar eigenlijk alles van weten. Die gaan dat projectje dan heel intensief begeleiden. En zo hebben we bijvoorbeeld mensen die voor vrijwilligerswerk of voor een vaste baan proberen te gaan. Die gaan ook een traject in. Daar zitten weer andere mensen bij. Er zit bijvoorbeeld Jim Kok van InPerson bij. En dat is dan degene die daar weer heel van weet. Veel van weet. Dus dat, dat is een gelukkie eigenlijk een beetje voor de deelnemers. Dat er echt hele goede coaching achter zit. En dat merk je ook. We hebben nog geen 1 afvaller gehad. En iedereen vindt het ook gewoon ontzettend leuk en gezellig met elkaar. En dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Vlogs kijken, doen jullie dat veel? Heel veel. Ja. Dus dan is zo'n workshop wel extra leuk? Ja. Zaten er nou ook dingen bij vandaag die je gehoord hebt? Je dacht, daar dacht ik eigenlijk nooit zo bij na als ik zelf een beetje ging vloggen? Als je bijvoorbeeld in het zonlicht staat. Dat als je zo doet met de camera, dat je dan beter kan zien als je in de schaduw staat. Dus dat zijn dingetjes waarvan je denkt, daar ga ik de volgende keer beter op letten. Ja. Nou allemaal, hoe vonden jullie de vlogworkshop vandaag? Leuk!